De jeugdleden Abel en Manu hebben 25 scheidsrechtertjes onder hun hoede. Ze leiden hen op en coachen hen om de wedstrijd sportief te laten verlopen. Zoals Sikko die de F'jes fluit en ingrijpt als het nodig is. Ook aan de zijlijn. Ik fluit dan even af als het te erg uit de hand loopt. Zodat de wedstrijd stil wordt gelegd en bijvoorbeeld een ouder gewoon ermee moet stoppen. Ja. Ben je streng? Ja, best wel. Ja, moet dat ook? Soms wel. De 14-jarige Yassine fluit sinds een maand wedstrijden. Hij leert er veel van, ook als speler. Ja, dan schreeuw je wat minder tegen de scheidsrechter. Want vaak geven ze vaak de scheidsrechter de schuld. Ja. En nu je zelf scheidsrechter bent? Ja, dan begrijp ik het wat meer dan. Ben je dan ook als speler rustig? Ja. Ja. Okay, hoe komt dat, denk je? Omdat ik nu weet hoe het voor druk de scheidsrechter heeft. En daar is het Frits Bergsma, voorzitter van de club, om te doen. Bij SDZ, een gemengde club in West, herkennen ze zich niet in de uitspraken van Derksen. Maar met respect en begrip kun je niet vroeg genoeg beginnen. En de jeugd zelf laten fluiten helpt daarbij. Helpt het bij moeilijke jongeren ook om ze te laten scheidsrechteren? Absoluut. We hebben wel een paar voorbeelden ook op de club. En daar pakt het waanzinnig goed uit. En, want je geeft ze verantwoordelijkheid. En ik denk, als je jongeren verantwoordelijkheid geeft en ook hen waardeert en hen een rol geeft en ook zo'n belangrijke rol als scheidsrechter, dat absoluut helpt in hun eigen ontwikkeling en ook hoe zij in het veld zelf omgaan met spelers, tegenstanders en scheidsrechters.